Dag, goeiedag, dames en kerels. Ik zult wel weten, ik heb heel mijn leven boereerd op de boerderij, maar het is nu gebeurd. Ik heb de boerderij verkocht. Dat zit eigenlijk zo. Onze boerderij moest weg, want die stond in de weg, want dan kwam er neer weg en nu is ze weg. Dat is een mirakelsmooi, een tweebaans weg gewonnen, dames en kerels. Daar kun je op hen en weer vuren, met zo'n vluchtheuvel in het midden. En het is misschien niet zo mooi als ik het zeg, maar den vluchtheuvel staat precies op de plaatsen waar het bij ons eerder het tusken was. Zo'n vierkant stenen geval met een gat in het midden, weet je wel. Nu hebben we dat tusken natuurlijk eerst weggehaald, hoor. Dat staat er nog niet meer. Dan hebben we nog verkocht aan onze huisarts. Dan hebben we nu in de kamer staan en heeft er open haard van gemaakt met barbecue. Ja, wij tegenwoordig al met dat oude grij kunnen doen, hè. Ik heb al eens een dag, ik dien wel met drie keer naar de rommelmarkt te gaan. Dan kun je er nog eens afkomen. Maar woord is woord, dat is toch woord, dames en kerels. Ik vind dat trouwens een mirakels mooie plaats, die vluchtheuvel door. Hè. Ik zeg die in drie keer verroes is het eigenlijk altijd al een vluchtheuvel geweest. Dat is trouwens een veel betere plaats dan wat ze ons aan het doen hebben met die bushalte. Hè. Die bushalte staat op de plaatsen voor het bij ons eerder de kinderkamer was. Eerder stond door de wiegen en nu stond door een bushalte. Nu vind ik dat geen combinatie. Ja, goed, we hadden 18 kinderen, maar een bushalte, dat vind ik overdreven. Ja, wat woord is woord, dat is toch woord, dames en kerels. Maar ja, nu is de boerderij weg en dat ging me nog best aan het harten, dames en kerels. Dat wil ik wel weten. Een hele leven hij door lief en leden deelt en nu haalt ze ook dat gebouw steen voor steen dalen, hè. Ik had om muiten met, hè. Drie keer zegt Bernard, waar ben je toch een kwaak had, hè. Help maar leven met ramen, zeemen, dadelijk heel de slopers te staan, met de route nog smerig, hè. Ja, dames en kerels, wat dat betreft, drie keer is zo hard soms, hè, zo hard. Maar ja, dat heeft ze niet van uzelf, dat heeft ze meer van ervaren, want dat was me toch een harde bliksem, zou ik u zeggen, hè. Ik weet nog goed, we hadden nog maar kwelke verkering met ons beiden en en vader wil dat niet hem, we hebben ja niet genoeg staldeuren en zo. En maar ja, je kunt de natuur niet dwingen. En toen staan we toch op een zaterdagavond achter de schoppen bij Drika wat tevreden fruit te vragen hoe het giet en zo. En ja, het was net zo romantisch. Hè. We hadden elkaar al een hemel op aarde beloofd. Och, ja. Een mens doet soms rare dingen, maar ja. En zo in het varen schoppen toen en zetten. Grip Drika bij de arm en zegt Drika, en noem maar het uitweer met dat geflikvlooi. Eén op in, Drika. En Bernard, ik wil hier zijn leven niet meer bij jou zo'n brink zien, hè. Wat keiharde kerel is dat, dames en kerels. Wat woord is woord en dat is woord, hè. Maar toen, een paar jaar later, toen kwam varen terug bij mij. Want toen had hij mij nodig. Dat was in die dagen, toen had ik een tweejarig bulleken in de weide lopen. En dat bulken was al aardig in de joren van vermenigvuldiging aan het komen. En vader had in die dagen een pinksken en er wilde wel een kelfken bij hem. Nu was dat in die tijd dat de KI grote werkeloosheid veroorzaken onder de bolm, zou ik maar zeggen. Hè? Vader had zich dat zo eens bekeken. Hij zegt, nou, daar ligt mijn eigenlijk geen bal aan. Bernard, kan ik mijn pinksken niet bij jou bulken in de weide jagen, hè? Ik zeg, vader, mooi goed lusten, daar ben ik geen hond in. Laat Drika vanmiddag maar met die pinken komen. Dan doden we die pinken bij dat bulken in de weide. Dan laten we de natuur zijn gang gaan. En zo ben Drika en ik getrouwd. Ja, ja. Zo ben je gezond en zo ben je trouwd. Wat woord is woord en dat is woord, dames en kerels. Maar ja, de boerderij is weg en nu wonen we dan in het burgerij, hè, Drika en ik. En ja, en vier hebben ook eigenlijk recht niet meer. Daar kun je ook niet hem stinkerijen in de burgerij. Hè. En ja, een paar kippen en een haan, hè. Dat zit eigenlijk zo, dames en kerels. Wie han eerder een hanen bij ons in huis, dat was zo'n mirakels goeie hanen, hè. Den had zoveel kui, den raken s'morgens voor 10 uur geen grond, hè. Den zong in zijn eentje wild heden nu treden in stereo. Tweestemmig. Oh, wat een hane was dat. En
Ja, den wil ik ja niet missen in vandoor. Maar ja, met zo'n klein beetje vier heb je ook natuurlijk wat meer tijd van uitgaan. En zodanig binnen we vorig jaar naar Australië geweest, dames en kerels. Door woont onze Anton, Jan Olsen van ons. En dat zit eigenlijk zo, de kinderen hebben met ons 40-jarig trouwen ons die reizen aan de bonen. Want ja, dat kost nog wat, zo'n reizen. Ho, Adrika ging koffiepunten naar de waard, wou er niet komen. Wat woord is woord, dat is woord, dames en kerels. Maar ja, noem ook eerlijk wijn, als je 18 kinderen hebt en ze doet de man een kleinigheid bij elkaar, och, dan heb je ook zo nog een heel hoop geld, hè. Wat dat betreft had onze vader altijd gelikt en zei, als je vullen kalver hebt, hoeft ze allemaal maar een klein beetje in de stad op de beuren in de kruwagen vol mest te krijgen, hè. Ja, wat woord is woord, dat is toch woord, dames en kerels, hè. Enfin, en zo duinig binnen we dan naar Australië geweest, dames en kerels, hè. Maar voor je door naar Australië kunt gaan, oh, daar kun je nog een spektakel aan te passen. Je moet een hoop formulieren invullen. En uiteindelijk, ja, toen konden we dan naar Amsterdam en daar zullen we dan op Schiphol in het vliegtuig moeten stappen. Hè. Maar voor je naar het vliegtuig gaat, moet je eerst door zo'n computer. Dan begint aan te slaan als je iets van metaal of ijzer bij je hebt. Hè. En, ja, ik ging er zo door en er gebeurde niks, hè. Maar Drika liep achter me en ze had nog maar één voorbeen door de poorten heen. En oh, daar begon toch te flikken en te piepen. En ja, en Drika wordt vastgegrepen door twee van die kerels met grote handen als boterhambotjes. Hè. Niet zo krummelig, maar goed, de tassen worden losgehaald en door hij waarachtig een oorleppel al te pakken. Hè. Want wat was het geval, dames en kerels? Drika had de pot met een om. De po, hè? Ja, nou is dat eigenlijk mijn eigen schuld, dames en kerels. Want ik zeg tegen Drika, ik ben nog alles ongeregeld naar de wc aan het gaan, hè? En hij door in het vliegtuig die kleine kamer in gaat, dan zal het door nog wel net gewoon als in trein. Hij wat laat vallen, dan weet nog niet waar het blijft, hè? Ja, wat woord is woord, dat is toch woord, dames en kerels, hè? Maar al fijn, Drika kennen en die heeft een muntje wel reurt en op lessen mocht ze dan toch met, hè? En daar zagen we onze vliegmachine al staan, hè, zo'n DC 10:30, 10:30. En ik weet niet hoe laat dat was, maar oh, mooi gezichten, zo'n zilverspitse neus en zo'n dikke boek en zo'n rood-wit-blauw stadje achteraan. Hè. Prachtig mooi om te zien, maar Drika stort me aan en zegt van Bernhard, dat vliegtuig zal toch niet in verwachting winnen, hè? Ik zeg, Drika, gebruik de hoofdverstand, hè. Ja, maar zegt ze, maar hij heeft zo'n dikke boek en kijkt zo spits langs zijn neus, hè. Ik zeg, Drika, mensen, gebruik toch al verstand, hè. Een vliegtuig kan toch niet in verwachting raken. Een vliegtuig vertrekt toch altijd op tijd, hè. Ja, wat woord is woord. Maar ja, dames en kerels, het was geen best vliegtuig. Dat houden we meteen in de gaten, want we waren nog maar kwelke binnen. Begon ze ons al meteen te vertellen over de nooduitgang en over wat je moest doen met zuurstofmasker en zo, hè. Ik zeg tegen Drika, dat wordt ene keer het vliegen en keihard neerplegen, hè. Maar nee, verduld, dames en kerels, hij nam zich los en zo binnen we over Beltrum binnen naar Australië schotten, hè. Oh, wat een mooi land is Australië, dames en kerels. En warm aan het door is, hè. Die kerels lopen allemaal in korte boksen, hè. Blote knieën hebben ze door, hè. Die vrouw die loopt ook, ja, je kunt wel zeggen, in twee paar blote knieën, hè. Drika wil zich ook zo'n jurk kopen met die kolle koffie. Ik zeg, nou, Drika, dat lijkt me niet best. Je kunt beter een jurk kopen met een ritsen wie dicht kunt trekken tot aan de hals, hè. Want ja, ach, zegt Drika, dat is toch veel te warm. Ik zeg, mensen, kijk maar uit, want ze steelt hier als raven. Voor hij werd bij het grijk wied, hè. Ja, wat woord is woord, dat is woord. Om een zuinig op zin, of niet dan, hè? Ik heb trouwens, om de kosten een klein beetje te dekken in Australië, ook nog even een werk, dames en kerels. Dat was zo, ik kon door te werk gesteld worden op een kerkhof. Wat bloem verzetten, wat grafstenen afpoetsen en zo, hè. Ja, het was een Nederlands kerkhof, want anders had ik ja niks te praten. Ik kan geen Engels, hè. En Maar ik heb het maar 14 dagen volgehouden, dames en kerels. Want na 2 weken, ik was finaal psychologisch afgeknapt, zou ik maar zeggen, hè. Maar ja, wat wie? De hele dagen in mijn hand door Jan Rust, Piet Rust, Klazina Rust en Bernhard werkt zich de bas in de bellen zullen.
Ja. Ja, dat is toch woord, daar kun je toch niet tegen, hè? Maar ja, nu ben ik weer terug in Nederland, hè. En ik werd nog goed wie landen op Schiphol, hè. En Drika die wil net een kwartje nu te knippen krijgen voor een piloot, want hij had nog netjes binnen deuren voor het, zei ze. En... maar ja, ze liet dat kwartje vallen en ja, toen doet ze dat wipsingel af. En met als ze dat kwartje wil krijgen, komt dat vliegtuig aan de grond en begint me dan toch te remmen, zou ik zeggen, hè. En doorschuf Drika in het lange de middengang, hè. En plat om boek, nou ja, plat, maar in elk geval om boek... bleef ze door liggen voor de cockpitdeuren, hè, maar het kwartje was niet te vinden. Ik zeg altijd maar, dames en heren, als hij zo'n grote reizen maakt, vrouwlui, je kunt ze er niet bij hebben. Wat woord is, is woord. Maar dat is niet woord.